Oké, de vorige keer hebben we gezien wat de differentiaaldefinitie is. Nou, die differentiaaldefinitie noemen we ook wel de limietdefinitie. En hier bij deze som van bladzijde 16 opgave 1 vragen ze: bepaal met behulp van de limietdefinitie de afgeleide functie. Dus zodra je ziet limietdefinitie, dan bedoelen ze niets anders dan die differentiaal quotient. Nou, je gaat hem schrijven als dit: limiet voor h gaat naar 0 van f van a plus h min f van a gedeeld door h. Nou, dit is die limietdefinitie, ofwel differentiaal quotient. Er staat hier in die formule een a geschreven, maar die a die we hier zo zien, gaan we vervangen met een x. Nou, waarom gaan we hem vervangen met een x? Als ik kijk naar mijn functie, dan zie ik dat mijn functie uitgedrukt is in x. Dus overal waar ik een a hier zo heb in deze formule, ga ik die a vervangen met een x. Dus deze a hier ga ik weghalen en ik schrijf op de plaats daarvan x. Waardoor ik dan die limietdefinitie kan schrijven als de limiet van h gaat naar 0 van f van x plus h min fx gedeeld door h. Nou, hoe gaan we met behulp van deze formule de afgeleide functie bepalen? Nou, als ik kijk naar mijn formule, dan heb ik hier een fx staan. En die fx, dat is bekend, dat is die x kwadraat hier. Maar nu zie ik dat er een f van x plus h is. Nou, wat gaan we doen? Ik schrijf alvast hier zo onderaan op mijn kladje fx op. En die fx, dat is gegeven, dat is gelijk aan x kwadraat. Maar ik zie dat ik in mijn formule dit ding hier heb. F van x plus h. Wat doe ik dan? Deze hele functie die ik hier zo heb, die x kwadraat die ik daar heb, ga ik weer hier zo schrijven. X kwadraat. Maar ik zie, ik heb hier geen x staan. Er staat daar x plus h. Dus wat doe ik? Die x die ik hier zo heb, ga ik gewoon vervangen met x plus h. Maar omdat het bestaat uit twee termen, moet ik hem tussen haakjes plaatsen. Nou, dan kijk ik hier naar mijn formule. Ik zie dat ik die fx heb gevonden, want dat is gegeven. En ik heb die f van x plus h gevonden. Dat is hier dat ik daarnet heb gevonden met behulp van die fx. Wat gaan we dan doen? Die fx en die f van x plus h gaan we dan substitueren hier in die limiet. Dus dit stukje neem ik gewoon over. Limiet voor h gaat naar 0. Er staat hier geschreven f van x plus h. Dus wat doe ik? Ik kijk hier naar. Ik zie f van x plus h is gelijk aan dit ding hier. Dit neem ik over. X plus h in het kwadraat. Ik heb hier een minteken en dat minteken daar neem ik over. En ik zie, ik moet fx schrijven. Nou, ik kijk naar fx en fx zegt, ik ben gelijk aan die x kwadraat. Dus die x kwadraat die neem ik over. Mijn formule zegt dat ik in mijn noemeren h moet schrijven. En dat schrijf ik op. En dan heb ik dit hier gevonden. Wat we nu gaan doen, is die haakjes verdrijven. Als we haakjes hebben verdreven, gaan we gelijk zorgen termen bij elkaar optellen. En dan kijken we wat we verder van eruit krijgen. Oké, mijn kladje hier ga ik uitvegen. Ik krijg nu hier, dit stukje neem ik altijd over. Tot op een gegeven moment ik hem weg kan laten. En ik ga je zeggen wanneer je hem weg mag laten. Hier heb ik een merkwaardig product. X plus h in het kwadraat. Kan ik uitwerken en schrijven als x kwadraat plus 2xh plus h kwadraat min x kwadraat gedeeld door h. Gelijksoortige termen ga ik bij elkaar optellen. En ik zie x kwadraat min x kwadraat. Dit valt weg tegen elkaar. Waardoor ik dan overhoud de limiet voor h gaat naar 0 gedeeld door 2xh plus h kwadraat gedeeld door h. En ik merk op dat ik in de teller en de noemer alleen maar h'tjes heb. Dus ik heb termen met h'tjes bedoel ik. Dus ik mag zeggen die h die ik hier heb ga ik wegdelen met die h daar en die h hier.
Nou, waarom moet ik beide haartjes hier in de teller wegdelen? Omdat er hier een optelling is. Als het was vermenigvuldigen, dan zou ik maar één haar moeten wegdelen. Maar in dit geval zijn er twee termen. En in beide termen komt er een haar voor, dus ik moet die haar dan wegdelen. Ik hou dan over limiet voor h gaat naar 0 van 2x plus h. In de noemer mag ik niet zeggen dat ik 0 overhoud, want die h die ik hier wegdeel, dat geeft me dan 1 in de noemer. En elke noemer die gelijk is aan 1, mag ik dan op deze manier schrijven. Ik schrijf dan alleen de teller op. Ik zie dat ik nu in mijn noemer geen enkele h meer heb. En omdat ik geen h meer over heb in mijn noemer, dan mag ik zeggen, die h gaat naar 0, is die h die gelijk is aan 0. En die 0 ga ik dan substitueren hiervoor. Dus wanneer je de limiet berekent, dan zeg je, dat getal dat je hier zo hebt, ga je substitueren voor die variabele hiervan. Nou, die variabele is gelijk aan h, dus dat wil zeggen, op de plaats van die h, vul ik dan 0 in. Nou, 2x plus 0, dat geeft me 2x. En die 2x die ik hier heb gevonden, dit noemen we de afgeleide functie. Dit is de afgeleide functie van fx. En de afgeleide functie van fx noemen we ook wel f-accent van x.